Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. De huiswerkjes, jongens en meisjes, die mogen al in het bakje. We merkten op een bepaald moment dat we wel meer kritiek kregen op ons huiswerk. Vooral het frustratie dat het geeft dat het kind niet weet hoe dat hij eraan moet beginnen en dat het niet opgelost krijgt. De ouders die willen helpen, maar niet kunnen helpen. En dat het dan eigenlijk voor gigantische stress aan de huistafel zorgt. Dus daar zijn we ook bewust samen met ouders mee aan de slag gegaan. En dan gaan we eens kijken wat we vanavond gaan doen, hè, mannen. Oké. Ah, jij hebt er alleen. Wij gaan vanavond in ons leesboekje lezen op blaadje 9, 10 en 11. En dat is voor alle kindjes, zo ook de kindjes met het zonboekje. Onze differentiatie zit er eigenlijk in dat we kinderen hebben die al kunnen lezen als ze naar het eerste komen of die heel snel vorderen. En zij krijgen dan een boekje van een ander niveau. De kinderen die het net moeilijk hebben met lezen, die krijgen een groeitaak. Waarbij dat de zorgjuf echt specifieke kaarten gaat geven met de moeilijkheden waar dat zij eigenlijk nog mee worstelen. En van rekenen doen wij vandaag een blaadje. Onze kindjes van het kangeroebord mogen plustaak opschrijven. Dat is een boekje met uitdagende oefeningetjes, puzzels, vaak ook ruimtelijke oefeningen. Omdat we toch belangrijk vinden dat die kinderen ook moeite moeten doen voor hun huiswerk. Want ja, als je maar een blaadje moet invullen waar je niet bij moet nadenken, dan ja, bereiken we eigenlijk bij die kinderen niks. En we hebben al één hoofdstuk gedaan. Hoe heette dat weer? Zo grappig. Zo grappig. En waarom was die zo met twee o's geschreven? Omdat de dieren in de zon. Het gaat over de dieren van de dierentuin. Zij gaan dus een stukje nieuwe leerstof voor hen, die toch wel heel uitdagend is, zelfstandig verwerken. Ze moeten zelf eigenlijk proberen na te denken, hoe ga ik dat doen? Jullie mogen thuis kiezen wanneer jullie dat doen. Zij gaan op het einde van het jaar dat moeten kunnen voorstellen in de klas. En dan zie je alleen dat zij ook heel erg gegroeid zijn qua zelfstandig werken, iets gaan opzoeken thuis. Dus dat is echt wel heel fijn om zo te kunnen werken. Ja, we zullen eens echt goed bekijken wat we thuis moeten doen. Hè? Want in de klas kan je nog vragen stellen, maar thuis moeten we het zelf doen. Hè? Die kinderen krijgen niet meer werk. Nee, zij krijgen dat werk in plaats van het andere reguliere huiswerk dat in de klas is opgenomen. Maar dat wordt altijd eerst en vooral op een oudercontact besproken. Dan verwachten we eigenlijk van de ouders dat zij ons aangeven van kijk, dit lukt bij ons niet, dit is te veel voor ons kind of te weinig voor ons kind. En dan gaan wij samen met de leerkrachten dat aanpassen. Op onze bloktijd vandaag staat onze wiskundeles, herhalingsles. We gaan daarvoor onze studeerwijzer even bekijken. De differentiatie in het huiswerk hier ter voorbereiding van de toetsen zit in de studeerwijzer. Kinderen hebben verschillende studeerwijzers, afhankelijk van de cognitie van het kind. Kinderen krijgen een aantal puntjes die ze zeker op de toets moeten kennen. En we gaan een aantal tools aanreiken voor manieren waarop ze die toets kunnen voorbereiden. Iedereen heeft andere manieren om te studeren. Er zijn leerlingen die heel veel oefeningen maken. Er zijn anderen die heel veel mondeling gaan doen. Mogen wij zelf beslissen welke we eerst doen? Ja, mag je zelf beslissen. Het is daar dat wij die leerwinst proberen aan te wakkeren door een kind zelf onderzoek te laten maken van ah ja, die leerstof leer ik op die moment het beste, die leerstof op die wijze. En dan denken we dat we dat huiswerk toch nog altijd moeten houden, moeten bewaren in onze school.